Hallo, zien jullie mij? Als jullie dit kijken, ben ik al 69 dagen vast bij mijn oma. Ik weet gewoon niet hoe ik moet ontsnappen. Hoe moet ik dat doen? De oma is terug. Het ergste is, ze is terug met een nieuw huis. What up, dames en heren en roddebonnetjes? Word ook een roddebonnetje. Abonneer op dit kanaal. We gaan voor de 1 miljoen abonnees, dus zeker weten abonneren, jongens. Abonneren. Maar we zijn terug met mijn oma. Niet mijn normale lieve oma, maar met mijn verdomde oma. Granny is terug met een nieuw hoofdstuk. Oh boy. Die is 2 dagen geleden uitgekomen. Die ga ik vandaag weer proberen uit te spelen hoor. Ja. Willen jullie meer Granny als de game is geüpdate? Smash op het duimpje omhoog. En dan is het nu tijd voor Granny hoofdstuk 2. Weer hoor, Granny. Oh boy. In de afgelopen maanden is er blijkbaar superveel gebeurd. Ze heeft een vriendje gekregen. Oh my god. Dat wordt nog meer opletten wat ik doe. Maar we spelen inderdaad vandaag Granny hoofdstuk 2. Dit is een officiële game van de makers van Granny. Maar ik vind het helemaal niks dat er nu 2 mensen in het huis wonen. Oh, we kunnen nu instellen wie allemaal in het huis zit. Beide, oma of opa. Weet je wat? We gaan natuurlijk voor het spannende moment. We gaan voor beide. Wat? Wees stil, oma hoort alles. Opa hoort niet zoveel. Maar hij slaat wel super hard. Dag 1. Dit gaat behoorlijk spannend worden. Het is weer een prachtige dag. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen opa en oma. Oh, dit is zo te zien een totaal nieuw kamertje. Hier ben ik niet van gediend. Maar hey, we gaan eventjes doorlopen. Want ik ben benieuwd. Wat is dit voor kamer? Wat is dit voor huis, opa en oma? Die verdomde opa en oma ook altijd. Oh, ik zie hier trouwens een kratje die we kunnen openen. Ik heb een crowbar nodig. Oké, dus we moeten op zoek. Oh my god. Ik wil eigenlijk wel rustig aandoen, want er zijn nu 2 mensen die mij nu willen afmaken. Laten we deze deur... Waarom zie ik daar een trap? Waarom zie ik hier overal spijkers? Ik zie hier trouwens een lever. Wat gebeurt er als we die overhalen? Oké, je wordt gewoon volledig gesqueezed. Ook wel alle spijkers komen dwars door je heen. Oh boy. Oh nee. Nee! Wat de hel ben jij nou weer? Hey! Dit telt niet. Het was die verdomde opa. Wat doet hij beneden? Dag 2. Het is nu tijd dat we niet gaan rondkloten. We gaan eventjes kijken. Waar brengt deze deur in ons naartoe? Oh, we kunnen naar beneden. Er is nog een etage lager. En waar belanden we nou weer? Ik zie hier een boot. En een zeemonster. Waarom niet? Dat kan allemaal in het huis van de oma. Hey! Moeten wij ontsnappen via een boot? Even kijken. Volgens mij wel. Engine start. Dat is zo te zien de bedoeling. Oké, dat is wel goed om te weten. Wat hebben we hier nog meer? Een padlockie. We moeten nog een sleuteltje vinden. Dat hebben ze pittig groot uitgebreid. Doe een duimpje omhoog als jullie denken dat ik het ga halen. Maar we weten nu dus dat opa en oma naar ons op zoek zijn. Dus we moeten allemaal eventjes super stil zijn. Ik hoor oma aankomen trouwens. Zeg niet dat ze naar beneden komt. Ik ga weer verstoppen hieronder. Oma zal mij niet vinden hoor. Die verdomde oma en opa zal me niet vinden. Ik zie diverse soorten camera's. Dus we worden in de gaten gehouden. Hebben we hier nog wat spannends liggen? Hier ligt zo te zien helemaal niks. Dus ik denk dat het tijd is om een etage omhoog te gaan. Dus we gaan even goed kijken. Oké, daar is de opa. We zijn gezien. Even gluren hoor. Zit de opa achter ons? Hij is best wel traag hoor. Is hij me nu al kwijt? Dat zou echt super retarded zijn. Oké, hij komt eraan. Ik zag iets door de muur heen. We moeten stil blijven jongens. We moeten super, maar ook super stil blijven. Opa? Kom je nog opa? Opa! Oké, opa is daar zo te zien. Maar ik zag dat hij een sleuteltje om zijn nek had. Waarom heeft hij nou weer een sleutel op zijn nek? Moeten we wachten tot hij gaat slapen of zo? Dat lijkt me heel erg logisch. Laat even kijken. Hé, hey, opa met zijn gekke crowbar. Oh my god, ik zie daar een deur met elektriciteit. Wat? Oké, daar is oma. De plaats allemaal weer berentrap. Ik ben zo blij met mijn oma. Zo blij. Ik ben geen hater, maar ik heb een hekel aan die oma. Oké, ik weet niet waar ze is. Heeft ze me gezien? Oma loopt die kant op. Dus wat ik even wil doen. We gaan overal in kijken. Hier zit niks in. Er zit hier wat misschien in het kastje. Een stun gun. Oké, die gaan we even meenemen. Hoe kunnen we schieten dan? Oh, we gaan oma neerknallen. Waar is oma? Die is daar nog steeds. Kan ik vanaf hier op haar schieten? Ah! Opa zit achter me aan. Oké, hier ben ik niet van gediend. Nee. Hey, oma. Alles goed? Kijk om me heen. Waar is dat joch? Die stinkt, joh. Oma, loop eventjes naar boven. Hopelijk is opa ook boven. En goed zo. Nu heb ik genoeg tijd om hier eventjes te looten. Oké, we zien hier een deur. En daar zou ik zien een safe. Wat hebben we hier nog meer? Een aantal kastjes. Zeg alsjeblieft dat hier wat spannends in zit. Nee, natuurlijk niet. Dat is wel enorm teleurstellend, hoor. Maar we gaan natuurlijk gewoon door. Want wij willen natuurlijk ontsnappen van deze oma hier. Waarom zie ik daar Slenderina?
Waarom zag ik één broek uitschijnen? En zo te zien gaat er nu een geheime deur open. Oké, snel, snel, voordat het overkomt. Go! We zien hier een shotgun, maar daar hebben wij zo te zien een weapon key voor nodig. Maar die heb ik natuurlijk niet. En je krijgt gewoon meteen al munitie. Dus dat is een pluspuntje. Dan hoef je niet al die shotgun spulletjes te vinden. Ik heb het gevoel dat we misschien toch een etage hoger moeten. Maar daar zijn opa en oma beiden. Hey oma, waar loop je heen? Even gluren hoor, wat ze aan het doen is. Waarschijnlijk gaat ze een berentrap plaatsen. Gaat ze naar beneden lopen? Oma loopt zo te zien naar beneden en ze ziet me gewoon niet. Ze is blind. We moeten uitkijken voor opa, want die is hier ergens. Dus we gaan eventjes alle deuren proberen te openen. Zit hier wat spannends in? Nee? Gasoline, die kunnen we gebruiken voor de boot waarschijnlijk. We gaan supersnel eventjes naar beneden rennen. Hopelijk komt oma nergens. Laten we oma even afleiden. Laten we dit vullen. Zo te zien hebben we ook een sparkplug nodig. Dus die moeten we ook nog vinden. En een padlock key. Want ik ben benieuwd waar dat naartoe lijkt. Oké, we gooien dit in het water. Ik heb het gevoel dat oma me heeft gehoord trouwens. Omdat ik net iets in het water gooide. Dus we moeten heel erg stil blijven. Dus allemaal mondje dicht. Ik zou graag een etage omhoog willen, oma. Maar ik denk dat jullie daar beide zijn. Misschien is vandaag de dag dat ik hier gewoon langs kan lopen. Oma is hier nergens te vinden. Dus we gaan even in alle kasten kijken. Zo, supersnel. Misschien vinden we de sparkplug of een wiel of wat dan ook. Een stuur. Maar het lijkt er gewoon op van niet. Wat is dit voor scam? Ik voel me super hard genaaid. Nope. Is hier wat in? Ook niet. Openen deze deur en we doen hem meteen... We doen hem meteen eventjes dicht en we gaan hier even onder verstoppen. We moeten echt heel stil zijn. Opa en oma kunnen ons beide horen. Opa en oma willen ons beide afmaken. En mijn vraag is, waarom? Wat heb ik verkeerd gedaan? Ik denk dat oma op een bovenste etage is. Oké, daar is opa. Hij probeert daar een deur te openen. En het is hem zo te zien gelukt. Ik ben benieuwd wat we daar kunnen vinden straks hoor. Hoor ik camerageluiden? Ik hoor camerageluiden, wat? No way! Kom je nog langs, opa? Oh, daar is opa. Zeg alsjeblieft niet dat je hier in de slaapkamer komt. Oh, volgens mij kunnen we er nu wel langs, right? Ik ben benieuwd wat we hier kunnen vinden. Hier is de bootstuur. Oké, wij gaan even zien naar boven. Ik weet niet wat we hier boven gaan vinden. Oh my god. Maar we zijn gewoon al verder. Au! Hier zijn zo te zien twee deurtjes. Wat kunnen we hier vinden? Kunnen we hierin? Het lijkt erop dat we hier niet in kunnen. Want als we eventjes deze kast gaan openen, misschien dat we hier nog wat spannends in vinden. Lijkt erop van niet. Maar we hebben hier gelukkig nog een kastje. Wat zit hierin? De crowbar. Oh! Oké, daar is ze. Daar is ze. Oké, we gaan een etage omlaag. Go! Go, 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 go. Oké, waar moet ik heen? Oké, we gaan helemaal naar beneden. Oké, we zijn nu beneden. Laten we het stuur erop plaatsen. Wow. Volgens mij hebben we dan alleen nog een padlock key nodig. Want hoe komen we hier verder? Want ik zie dat hier een poort dicht is. Dus we moeten ook nog een manier vinden om het poortje hier te openen. Maar wat we wel nu eventjes weten. We weten waar de crowbar ligt. Dus als we daar eventjes heel snel naartoe rennen. Zeg niet dat opa hier ergens is. Opo. Dus we sprinten gewoon naar boven. Go! Oh! Oké, dat was oma. Omhoog! Omhoog! Oké, zeg niet dat oma en opa naar boven kunnen komen. Hé, wat wil je doen, hè? Oh! Ben je nu teleurgesteld in jezelf? Mis je me nu? Als we eventjes die crowbar nu pakken, dan kunnen we namelijk die kistjes openen. Want ik ben benieuwd wat erin zit. Oké, als oma daar stil blijft staan, kunnen wij hier naar beneden springen. Hallo! Ah! We gaan supersnel omlaag. Ik wil weten wat er in dit kistje zit. Wat zit erin? De safe key, die nemen we eventjes mee. Oké, ze heeft me gezien. Ze heeft me gezien. Oma heeft me gezien! Nee! Kom maar, oma. Kom maar. Kom maar. Oh god. Oh, wat een safe. Wat een... Oh, man. We hebben nog 2 dagen over. En we weten nu, hierachter zit de key. De safe key, dus die pakken we even op. Misschien dat we genoeg tijd hebben om die safe key te openen. Maar dan moet het echt super veilig zijn. Dus... What? Oh god, daar is opa. Oh, het is zo vervelend dat er nu meerdere zijn. Oh nee. Oké, we openen de safe key en we hebben nu de cutting ply. Als we die eventjes meenemen. Dit is zo vervelend. Ik weet niet waar ik dit allemaal voor moet gebruiken. Dit is allemaal nieuw voor me. Oh, hiervoor. Oké, dit knippen we eventjes. We zijn weer onder een bedje verstopt. Ik moet toegeven, deze granny chapter is wel echt super lastig hoor. Wij zijn niet bang voor ze. Wij zijn niet bang voor ze. Oké, daar loopt oma en ze loopt mijn kamer in. Dit vind ik helemaal niks. Daar loopt opa. Als ze beide nou eventjes naar links lopen, dan ben ik veilig. En dat doen ze ook nog. Ik zag hier trouwens nog wat. Wat is dit? Dat is een sparkplug, maar hoe komen we daar? Hoe komen we daar? Dat gaan we even uitvogelen. We eerst eventjes deze kant op gaan lopen. En wij gaan eventjes het kratje eraf halen. Zo. En wij halen dit er even af. Wat zit erin? Een weapon key. Dat is wel handig om te hebben. Dan kunnen we oma straks neerknallen. Oh, wacht eens even. Wat is dit hier? Kom, we maken hier even ruimte voor. Go, 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 go. Ik hoor oma aankomen. Oh, we zijn verder. Dit is echt super chill. Oké, we pakken eventjes de sparkplug. We gaan doorlopen, jongens. Waar is opa? Ik weet niet eens waar opa is, man. What? Oh, god.
opa was daar zo zien. Gaat hij naar beneden? Hij loopt naar beneden. Daar moet ik naartoe. Oh my god, deze twee zijn zo vervelend. Oh nee, oma is hier ook nog. Dit gaan we snel doen. Dit gaan we eventjes snel doen. Ze zitten bijna achter me aan. Ik moet mezelf opofferen. Plaats hem erin. Oh, ben ik veilig als ik hier sta? Zijn ze me nu al kwijt? Ze staan daar nog. Ze zijn niet de slimste, ben ik achtergekomen. Heeft ze hier nou echt een trap geplaatst? Wat hebben we hier? De bootkey? Wacht eens even. Waarom heb ik die nog niet? Ik heb nu wel de weaponkey vast. Ik heb dan toch wel liever de bootkey. Dan kunnen we die meteen al bij de boot gooien. Oké, de sleutel heb ik nu op het bootje geplaatst. En nu moeten wij nog alleen een manier vinden om de poort omhoog te krijgen. Ik heb het gevoel dat we hiervoor een padlock key nodig hebben. Dus dit gaat wel even behoorlijk spannend worden. Want ik zag net dat die oude opoe was hier net. Ben ik nu veilig om naar boven te gaan weer? Ik weet gewoon niet waar wij de padlock key gaan vinden. Dit is zo behoorlijk lastig. Oké, daar is opoe, en daar komt oma aan. Oh, dit is zo rot. Ik hoor hem slapen. Ik wil weten wat we hier hebben. Oké, we gaan zijn sleutel even jatten. Oké, we hebben de security key. Dat is een pluspuntje. Dus dat betekent dat we nu de hele tijd naar boven kunnen. Go! En open. Nu kunnen wij de hele tijd deze deur openen. Wij zullen die padlock key vinden. Wij gaan hem vinden. We pakken even een wapen. We pakken alles. Wacht eens, hier is de padlock key. De padlock key is letterlijk hier. Die ligt letterlijk daar. Doei, opa! Oké, de opa is neer voor 2 minuten 30. Oké, daar komt oma. Doei, oma! What? Oké, we hebben de padlocky. Wegwezen! Go! Oké, we kunnen nu ontsnappen. Wij gaan ontsnappen van oma. Dit is letterlijk het laatste wat we moeten doen. Kom op, game. Niet kloten. Ik ben zo blij als we dit hebben gehaald. En dan hebben we het gewoon in nek gehaald. We zijn een paar keer dood gegaan. Dit is de juiste locatie. Haal het slot eraf. We doen hem open en hier is een hendel. En het gaat open! Nu moeten we snel wezen voordat oma komt. We zijn ontsnapt! Au! En daar staan ze hoor. Ja! Yeah! Ja, dat krijgen jullie ervan. Jullie zijn nu verbaasd, hè? The end! Ik heb er een uur over gedaan, maar deze twee mensen zijn verslagen. Halleluja! Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Smash op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Abonneer natuurlijk ook op mijn tweede kanaal. Zeker weten doen. Zeg mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Peace!